Mag ik nog een ander ding met u bespreken, ja, wat ik opmerkelijk vond van vorig jaar? U heeft voor het eerst, ik geloof in 100 jaar als Kamervoorzitter, en die doen dat eigenlijk nooit, heeft u een motie ondertekend van Harry van der Molen van het CDA. Ja. Harry van der Molen die heeft toen gezegd, jongens, wat hier in de Kamer gebeurt, want we hebben het over profileringsdrang, en dat waren dan vooral dingen die Denk deed, dat kan echt niet. Hè? Filmfragmentjes online zetten, waarin mensen op hun afkomst werden aangesproken, andere Kamerleden, jij als Turkse Kamerlid hebt dit en dat. Waarom heeft u besloten om dat zelf te ondertekenen? Want dat gebeurt echt nooit, dat is uniek. Nou, ik heb het net gehad over die druk van buiten. Nou, dit is extra voor vooral mensen met een ander achtergrond. Hè. Dat geldt voor Kamerleden die Turkse of Marokkaanse of ander achtergrond hebben. En ja, er is een soort vervelende manier van profilering binnengeslopen in ons werkwijze. Namelijk filmpjes maken. Ja. En dan filmpjes alleen van wat er dan selectief wordt geknipt en geplakt. Mm-hmm. En vervolgens op internet gezet zonder context, zonder het hele debat. En dat maakt het gewoon heel vervelend. Ook het debat dat je dan komt om een filmpje te maken, niet om een debat te voeren. En maar je wil dat ene quoteje, wil je even scoren en dan kan je het op internet zetten voor je achterban. Is zo'n plenaire zaal een soort Studio Aalsmeer, zeg ik altijd. En dat moeten we voorkomen. Dus ik heb meegetekend zodat iedereen de vrijheid moet kunnen hebben om te zeggen wat hij of zij wil zeggen. Maar ook om een signaal af te geven dat dat niet de methode is om op die manier met elkaar om te gaan. Ja. Elkaar te verketteren. Of als je een andere opvatting hebt, dat je dan eruit gelicht wordt. En dan met allerlei teksten op Facebook of op internet zetten. En ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. Dus daarom dacht ik, het is historisch nooit voorgekomen. Maar ik teken wel die motie mee. Maar uiteindelijk is de motie kamerbreed ondersteund. Dus ik ga ervan uit dat we ons daaraan houden. Ik hoop het. Ik wil even een stukje nog laten zien van hoe het soms, hoe het hard, en ik kent dit stukje wel, eraan toe kan gaan in onze nationale vergaderzaal. Dit is De Graaf van de PVV en Öztürk van Denk. En die vliegen elkaar behoorlijk in de haren. Ik heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Mevrouw Ariep, terwijl dat gespeeld werd, dat kunnen de mensen thuis niet zien. U luisterde wel, maar u keek er niet naar. Ik zag, u kijkt een beetje. Vindt u het zo vervelend? Het was heftig, inderdaad. Ja. Ten eerste, de aantijgingen kloppen niet richting de heer De Graaf. Want dat is, dat meneer bleek Öztürk later. Had zelf een artikeltje bij elkaar geflanst. Ja, ja. Het is ook. De emoties liepen hoog op. Ik ben er wel op teruggekomen, maar dat is, het zit hier niet bij. Dat gewoon heel erg is. De heer De Graaf heeft ook. Die woorden heeft hij teruggenomen. Dat heeft de heer Öztürk niet gedaan. Wat vindt u daarvan? Ik vind, kijk, ik weet dat als de emoties heel hoog oplopen, kunnen dingen worden gezegd waarvan je denkt achteraf dat had ik niet moeten zeggen. En ik denk dat het echt heel groot is als je daarop terugkomt en zegt van goh. Dat had ik niet moeten zeggen en excuses daarvoor. Dat gebeurt wel eens, maar niet iedereen is daartoe in staat. Ja, maar dat komt ook omdat meneer Öztürk dit gewoon van tevoren had bedacht natuurlijk. Die wist wat hij ging doen. Die ging voor dat filmpje, die ging voor dat quoteje en dat is hem, hem gelukt. Nou, beide, ook de heer De Graaf had dat niet moeten zeggen. Dat kan niet. Nee. Van bent van mij of zoiets heeft hij gezegd. Dat kon ook niet. Maar nogmaals, het zijn volwassen mensen. En ik vind wel af en toe, ik ben echt niet van dat niks mag worden gezegd. Mm-hmm. Wat belangrijk is, is dat je wat zacht moet zijn op de persoon. En soms is dat, loopt het uit de hand. En nogmaals, mensen moeten toch terug kunnen komen op dingen die niet juist waren of waar ze spijt van hebben gehad. En dat gebeurt niet altijd.